Goede mensen, welkom vanavond op de 26e editie van het internationale nachtfestival hier in Uithangen-Oosten. U gaat heel veel leuke dingen zien vanavond, daar ben ik zeker van. Er staat van alles op het programma en daar gaat u misschien iemand meer over kunnen vertellen. Dames, u gaat allemaal in katzwijn vallen. Heren, maak uw borst maar nat, want ik kom hier voor u aan, de man van staal. De Iron Man van Houthalen-Helchteren, geeft u alsjeblieft een warm applaus voor onze burgemeester Alain IJzermans. Goedenavond Houthalen-Helchteren, goedenavond alle lieve vrienden van het Internationaal Lachfestival. Welkom hier op het Lachmarken. Ik vind dat Wim dat heel goed gedaan heeft. En misschien verdient hij nog eens een applaus. Ik wil ook alle gasten van harte welkom heten. En het zijn er vandaag veel. De Belgen gaan misschien naar Brazilië, maar wij halen de Brazilianen en de Braziliaanse dames naar hier. Het is misschien een goed idee voor de komende jaren om die band wat uit te bouwen. Maar alleszins zijn we heel blij dat we het Internationaal Lachfestival in een nieuw college hebben gestoken. Ik wil ook alle mensen die hier aan geholpen hebben het voorbije jaar van harte bedanken voor hun inzet. Het zijn talloze vrijwilligers, talloze mensen en talloze teams van de gemeente die hiervoor ingestaan hebben. En die mensen verdienen een dubbel dik applaus. Vandaag is het straattheater, vandaag gaan we lachen. Morgen is het lachgala in het casino. Ik hoop dat we de komende jaren dit festival terugstellen kunnen uitvallen. Ik zie dat er heel veel mensen hier zijn. En Houthalen-Helchteren houdt van dit festival. En daarom gaan we zeker mee door. Dank u. Misschien moeten we ook een klein momentje van... sereniteit inbouwen. Een moment, meestal is dat zo, belangrijke gebeurtenissen, dat we even stilstaan bij iemand die we verloren hebben. Iemand die een gigantisch warm hart toedroeg aan het festival. En we willen die hulde brengen, postuum, eerbetoon van de uitvinder, van de maker, van de beeldhouwer van dit lachmanneke. En we reiken die elk jaar uit en hij is hier levensgroot opgebouwd. Maar we gaan hem missen. Het is de man die ons jaren gesteund heeft en telkens klaar stond met het kleine beeldhouwwerkje. En daarom misschien toch wel in een paar minuutjes van stilte voor de man die dit gemaakt heeft, Rick Jacobs. We hebben iemand van de familie uitgenodigd. Het is misschien een raar moment, maar we gaan dat zeker doen. We moeten ook de traditie neerhouden van het Lachfestival. Het Lachmanneke draagt dit fantastisch festival in hart en nieren uit. En daarom gaan we toch postuum mevrouw Rick Jacobs naar voren roepen. En haar bedanken. En ook Rick in gedachten nemen. Je hoeft niet naar boven te komen. Geen klein applaus voor mevrouw.